Maar de foto ben je dus niet meer kwijt. Ja. Eeuwig zonde. Eigen schuld? Ach, ik heb het allemaal opgeslagen hoor. Klootzak. Zit in de familie, denk ik. Vaderskant. Die moeten vandaag de deur uit, naar onze A-list. Oh ja, en vergeet Berlijn niet. Die willen meer weten van Dubai. Dubai heeft net gebeld. Ze kunnen pas verder als het bouwdepot is aangevuld. Maak maar een afspraak met de bank. Meteen vanmiddag? Ja, absoluut. Komt goed. Maaike, waar is Remco? Die zit in Antwerpen, onverwacht. Je kunt hem spreken hoor, ik heb hem nu aan de lijn. Oké. Remco? Wim kan niet wachten? Nee. Je moet onmiddellijk terugkomen, het is dringend. Het is onmogelijk, ik zit hier nog te rijden, weet. Wat is er? We gaan een kopje onder. Fred heeft net de kwartaalcijfers terug en... Bemoeien met cijfertjes. Uw werken, projecten en visie. Jij met je projecten en je visie. Het loopt hier hartstikke fout, man. Dubai is een catastrofe, Remco. Dat verdomme. Vanmiddag is er een afspraak bij de bank. Die laat ons niet vallen, we zijn veel te groot. Oh nee? Wanneer haal je je kop nou eens uit het zand, man? Je hebt het verkloot. Totaal verkloot. Dan moet je toch verloren goed uitkijken, Wim. Nee, jij. Jij maar. Jongens, stoppen nu. We hebben een bot gekregen. Een gigantisch bot. Hoezo een bot? Wat voor bot? Een Aegon Capital Investments. Het grootste vastgoedfonds ter wereld. Nou, ik van gehoord. Sorry hoor, maar daar heb ik hier geen tijd voor. Remco, alsjeblieft. Geef ons een momentje. Zij is Chinees. Grote partij. En ze willen veel betalen. Cash. It's once in a lifetime. Jij en Ineke jullie helft. Wij de onze. Hebben jullie dit achter mijn rug om lopen dienen? Je had wel wat anders aan je hoofd. Kletskoes. Hoe lang zijn jullie al mee bezig? Godverdomme. Je zit er gewoon recht onder mijn neus. Ons bedrijf te verpassen. Kom op, Remco, we moesten wel. De boel staat op instorten. Maar stort het maar in. Met jullie erbij. Hier wordt niets verkocht. Echt niet. Hier wordt niets verkocht. Dat ging niet zo goed. Fred, nu begint het pas.
meer? Nee, Nadja. Wat doe jij daar? Ik zat in gewetensnood. Moet je het bekennen, hè? Gisteren een beetje tegen gejokt. Een geweten? Nou, heb je die dan? Die Japanner, die bestaat niet. Dat Wim verzonnen. Vond hij grappig. We krijgen een zoontje, Remco. Dat verzin je. Zou het anders laten testen? Een fluitje van een cent, hoor. Je herinnert je dit toch nog wel? Die keer toen je telde hoe vaak ik klaar kwam? 8 keer. Toen. Ineke hoeft u het niet te weten, Remco. Niemand wil jouw huwelijk kapot maken. Kom op, zeg. Ik ben veel te veel op Ineke gesteld. We kunnen het netjes afhandelen. Nadja vliegt volgende week terug naar Japan. En je hoort er nooit meer van. Wel jammer. Dat is vader nooit zo leren kennen. Echt jammer. Heb jij nou gewoon met haar? Nee, gekkie. Wim en ik zijn partners. Ja, maar jongens, zoiets doe je toch niet? Het is gewoon pure chantage. Noem het zoals je wil, ik hou het op een zakelijke transactie. Remco gaat akkoord met de overname. Nadja verdwijnt. En Ineke blijft overal buiten. Dat heb ik hier vader laat. Denk er rustig over na. Morgen wil ik het horen. Hier op kantoor. Remco, sorry. Ik wist er niets van voor Nadja. Maar die Akio-groep is wel een hele goede partij. Hey Wim. Ik had het ook voor niets gedaan. Werkelijk. Het is geweldig om hem zo te zien. Als een konijn. Koplampen. Ik ooit een man gezien heb. Geen idee. Hij behandelt vrouwen als speeltjes, maar dat had ik je van tevoren kunnen vertellen. Pas. Ja. Als jij nog zo'n speeltje mag hebben.